De multimodale haven De Kempen is een zeer belangrijke schakel in de totale Kieportregio. Je ziet dat zo'n haven zo'n 30 kilometer in omtrek bestrijkt. Daar hebben we zo'n 100 hectare bedrijfsterreinen liggen. Nou, je kunt zich voorstellen dat dat een enorm aanwinst is voor de totale regio. Multimodale terminal De Kempen is een terminal die wordt gebouwd met subsidies van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En een subsidie vanuit de provincie, bijdrage vanuit de gemeente Weert. Het is een subsidie die is gericht op het reactiveren van een bestaande haven. Wij gaan uiteindelijk dagelijks varen vanaf Tilburg naar Weert. Wij bundelen in Tilburg op grote schepen door naar Antwerpen en naar Rotterdam, waar we meer dan dagelijkse frequenties hebben. En aan de toekomst is het ook mogelijk om importstromen vanuit de depotfunctie die wij hebben voor rederijen in deze regio weer te gebruiken voor export. Dit is een project waarbij we een terminalterrein van 2 hectare hebben aangelegd. Maar het belangrijkste is wel de kademuur die hier is gemaakt, zodat de schepen ook veilig kunnen aanleggen. Deze regio is uitermate geschikt voor zware industrie, gezien de milieuklassen die hier liggen. Maar ook zeker voor distributie, gezien de ligging van Weert binnen Duitsland, België en Nederland. De samenwerking tussen de gemeentes en de ondernemers is eigenlijk heel erg goed verlopen. Met name ook met Nierstar als ondernemer naar de gemeente Kranendonk en de gemeente Weert met een projectteam. Juist omdat het ook een heel complex verhaal is geweest van 2 provincies en 2 gemeentes. Deze haven is heel belangrijk voor logistieke bedrijven, voor Europese distributiecentra's. Die hopen we dan ook het vestigingsklimaat in de regio Weert gaan versterken. Want de ontsluiting is voor hun één van de kritische factoren om te kijken naar vestigingsplaatsen. Als we naar deze haven kijken in het perspectief van milieu binnen deze mooie Kieportregio, dan zijn we erin geslaagd, denk ik, om het milieu en de economie op een hele goede manier aan elkaar te verbinden. En daarnaast zal het duidelijk zijn dat alle vrachtwagenbewegingen die we hierdoor van de weg afhalen ook een aanzienlijke milieuwinst zullen leveren. Daarmee zorgen we dat met 1 aandrijving 48 containers in 1 keer getransporteerd kunnen worden. Die aandrijving die is weliswaar wat milieuonvriendelijker dan de aandrijving van de vrachtauto. Maar het feit dat je zoveel containers in 1 keer kunt vervoeren is een significante winst voor het milieu. De komst van deze haven zal zeker versterkend werken voor bedrijven hier te vestigen. En voor een betere ontsluiting te hebben met het achterland, met name richting Rotterdam en Antwerpen. En het zal ook een aantrekkingskracht hebben voor bedrijven hier te vestigen gezien de omgeving wat hier allemaal mogelijk is. In de samenwerking binnen de Kieportregio heeft dit ons enorm geleerd dat je als bestuur, en maar ook op ambtelijk niveau en ondernemers, de krachten bundelt, dat je dan in staat bent om op zeer korte termijn hele mooie dingen te bereiken samen.